Ik ben Jacqueline Hilleman, ik ben 23 jaar en ik werk als zorgassistent op basisschool De Palmhof in Sint-Laurens. Mijn taken bestaan uit het verzorgen van de kinderen, het assisteren van de juf in alledaagse dingen, zoals bij de werkjes, de gym, het toiletbezoek en het buitenspelen. Jacqueline heeft een onzekere tijd achter de rug. In die periode lukt het haar niet om een opleiding te vinden die aansloot bij haar mogelijkheden. Ook had ze verschillende baantjes, maar steeds zat ze niet op haar plek. Zo belandde ze in de bijstand. Nu werkt Jacqueline dankzij Stichting Gezel 4 dagen in de week als zorgassistent en volgt zij een mbo-2-opleiding Zorg en Welzijn. Met deze opleiding en haar werkervaring in het onderwijs heeft Jacqueline straks betere kansen op een baan. Jacqueline is in dienst van Stichting Gezel. Stichting Gezel biedt jonge mensen met een slechte positie op de arbeidsmarkt een leerwerkbaan binnen hun mogelijkheden. Zo doen vrouwen als Jacqueline dankzij het project Zorgassistenten op een basisschool werkervaring op en halen ze een diploma. De combinatie van werken en leren vergroot hun kansen op een baan die bij hen past, zodat deze jonge vrouwen niet afhankelijk blijven van een uitkering. Daarnaast plukken de basisscholen de vruchten van dit project. De extra handen in de klas zorgen voor een verlaging van de werkdruk. Het mes snijdt dus aan verschillende kanten. Bovendien lopen scholen geen risico. Het werkgeverschap van de zorgassistenten ligt immers bij Stichting Gezel, die het hele project regelt, begeleidt en uitvoert. Doordat ik dit werk ben gaan doen, ben ik een stuk zelfverzekerder geworden. Dat is echt iets waar ik aan heb moeten werken, want ik was altijd heel snel verlegen, echt een muurbloempje, en dat is nu veranderd. Het werken met kinderen bevalt mij heel erg goed. Ik hoop ook dat ik in de toekomst met kinderen kan blijven werken. Toen Jacqueline begon met dit project, twijfelde ze over haar eigen kunnen. Maar ze was vast besloten om deze kans met beide handen aan te grijpen. Stichting Gezel heeft voor mij als meerwaarde dat het gewoon een hele goede combinatie is. Je kan dus met kinderen werken, wat ik in mijn geval heel erg leuk vind. En tegelijkertijd heb je ook gewoon een salaris. Dus het is niet alleen maar dat het lijkt of je stage aan het lopen bent, maar het is ook gewoon echt werken. Ja, dat vind ik gewoon ideaal. En ik vind het ook zeker aan te raden voor andere jongeren. Jacqueline is intussen geslaagd voor de mbo-opleiding Zorg en Welzijn en is begonnen aan een duurzame loopbaan. Ze werkt nu als zorgassistente in het passend onderwijs en als gastvrouw bij Zeeuws Werk,